Strengel, bom, bom, tan, tan. In deze vlog, Baloo. Nee, Baloo is voor de volgende vlog. Wat ga ik allemaal doen? Niks eigenlijk, niks interessant. De eerste reeks wedstrijden, die zit erop. Dat betekent trainen. 58. Afgelopen week heb ik in België getraind. Deze week, dus die volgende vlog, train ik in Nederland met Theo. 4 keer hard op 5 dagen. Vandaag is woensdag. De Rode Duivels spelen straks hun derde match tegen Engeland. Dus ja, go guys. Trainingsweken betekent natuurlijk ook dat ik bitter weinig doe dat jullie mogelijk zou kunnen interesseren, lijkt mij. Het weinige dat ik doe is op de boerderij. Dus dat heb ik in de vlog gestoken. Wat ik dan nog in de vlog gestoken heb, is een training die ik vorige week gedaan heb. Daar heb ik zo meer uitleg over gegeven. Laat me weten wat je ervan vindt. Als je dat interessant vond en of je wilt andere dingen weten, let me know. Maar dus als lopen nu echt niks interesseert, wat dat zou betekenen dat je eigenlijk gewoon kijkt voor zin te zien. No offense. Dan is het misschien niet zo interessant om de laatste minuten te kijken. Kijk naar de vorige vlog, bijvoorbeeld. Tringel, bom, bom, tan, tan. Ja, nee. Wat gaan we doen? Wij gaan naar de Damascus. Naar waar gaan we? Wij gaan naar de Damascus. Hoe zit jij er eigenlijk op geraakt? Ah, nee. Oei. Het grootste talent dat België ooit gekend heeft, de Kruijwakkelwijk. Ja! Ze is daar gewoon aan te pakken. Doen we het dan zelf naar uw plaster? Ja! Is dat precies een sperm, joh? Oh, ja, hé. Mijn nark. Kom maar, dat vind ik van moeilijk. Tringel, bom, bom, tan, tan. Voilà. Bijlapad, check. Wat ik kan doen, is 3 keer, 6 minuten, 4 minuten, 2 minuten, 1 minuut. Ik zou zeggen, ik film iets wel als ik loop, maar ik ben altijd maar alleen, dus dat lukt niet, hè. Tringel, bom, bom, tan, tan. Het is gelukt, mijn training zit erop. Potverdekken is simpel. Ik denk dat ik in totaal 14 kilometer aan tempo zat. 14 kilometer op zich is al niet niks. Laat staan in tempo's. Maar het is gelukt. Superveel wind vandaag. Natuurlijk, juist als ik dat wil zeggen, is hem gaan liggen. Maar bon, ja, goed. Het is gelukt. De training van vandaag is best interessant. Enfin, ik vind die toch interessant. Dus ik dacht, ik zal er misschien eens iets meer over zeggen. Anaerobe drempel. Omslagpunt, 4 millimol, noem het wat je wilt. Het zijn trainingen die iedereen kan doen trouwens. Dat je nu aan het trainen bent voor de 10 Maas van Antwerpen, voor je eerste marathon. Of voor een 1500. Ik ben eigenlijk altijd bijna heel het jaar door nuttig. Eergisteren heb ik 4 keer 10 minuten gedaan. Vandaag loop ik in totaal even lang, maar rapper. En kortere stukken. 6 minuten, 4 minuten, 2 minuten, 1 minuut. Progressief, dus we beginnen aan datzelfde tempo, 19 per uur. Dan naar 20, dan naar 21, dan naar 22 per uur. 2 minuten pauze. In principe zijn de trainingen redelijk gelijkaardig, maar je loopt die met een heel ander gevoel. Daarmee dat ik het wel interessant vind. Die eerste training, omdat dat zo lang duurt en altijd hetzelfde tempo is, voelt dat heel rap. Ik ben een marathonloper, dat is best al een eind voor mij. Vandaag ben ik ook begonnen met 6 minuten aan 19 per uur, 13 per kilometer. Dat gaat natuurlijk met hetzelfde gevoel als eergisteren. Op 2 dagen tijd veranderd, dat allemaal niet zoveel. Maar daarna versnelt je en in de tweede reeks voelt 3-10 dan weer heel traag aan. Dus je loopt eigenlijk hetzelfde tempo met een heel ander gevoel dan dat je 2 dagen geleden doet. Terwijl eigenlijk, het is graag hetzelfde. Ik vind het wel interessant. Dus, tip van de dag. Variatie. Waarin kun je allemaal variëren tijdens zo'n training? De duur, uiteraard. Ik heb nu wel 2 voorbeelden gegeven deze week. 4 keer 10 minuten en 3 keer 6, 4, 2, 1 minuut. Dat is best lang. Ik zou daar niet mee beginnen. Maar kunnen doen bijvoorbeeld 5 keer 5 minuten, 4 keer 6 minuten. You get the point. De snelheid. Meestal blijft die enigszins constant. Natuurlijk, als je beter in vorm komt, gaat die verbeteren. Het is niet dat een van dag tot dag 20 seconden per kilometer verschil maakt. Hoe kunnen we nu weten wat dat uw tempo is? Testen. Gewoon een labeltest, een veldtest. Als het maar een lactaattest is. Rust, wat voor mij nieuw is. Theo varieert heel graag met de rustpauzes, wat dat een heel groot verschil maakt. Zelfs bijvoorbeeld wandelpauzen of jogpauzen is een dag en nacht verschil. Je ziet, zo moeilijk is dat niet, hè? Lopen.